Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga er vandaag een beetje een kletsachtige video van maken. Ik heb namelijk jullie van alles te vertellen. Deels namelijk ook over mijn stage. En dat ga ik nu doen terwijl ik bezig ben met mijn tas opnieuw inpakken. Want ik kom net terug van school. Ik heb weekend, het is vrijdag. En ik moet wel mijn tas even weer uit en in gaan pakken. Dus dat ga ik nu gelijk even doen. Terwijl ik met jullie aan het kletsen ben. Maar ik wou het even hebben over stage. Zoals jullie misschien in sommige video's wel opgemerkt hebben. De afgelopen tijd ben ik niet meer op stage geweest. Dat had een reden. Namelijk, ik vond het op de stage die ik in Oostvoorne had. Het kan aan mij liggen, het kan niet aan mij liggen. Maar ik vond het daar gewoon totaal niet leuk. Ik heb het totaal niet naar mijn zin gehad daar. Ik heb het geprobeerd om er toch nog wat van te maken. Dat hield ik helaas niet vol. Ik ging er heel depri door worden. Ik werd heel erg chagrijnig. Ik vond het niet meer leuk om naar mijn stage te gaan. Ik wilde stoppen met mijn opleiding als dit nog langer moest gaan duren. Dus ik ben in gesprek gegaan met school. Nou, school die gaf daar bijna tot geen gehoor aan. Ze zeiden me, ja, het is je stage en we hebben niks anders, dus maak het maar gewoon af. Nou ja, ik vind, je kan er op zijn minst even over in gesprek gaan. Nou, dat was dus niet het geval. Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met een aantal docenten op school. Die hebben van alles geprobeerd, was ook niet mogelijk. Vervolgens heb ik geprobeerd met iemand te ruilen. Nou, ook dat werkte allemaal niet. Dus ik zat eigenlijk een beetje in de problemen. Want het is toch 20 weken. En 20 weken zijn dan op gewoon heel erg lang. Dus ik kwam tot de conclusie om dit in gesprek te gaan brengen samen met mijn mentor. En die kwam tot het idee van, hè, waarom ga je dan geen stage zoeken wat buiten het vaarwater van Zadkine ligt? Nou, dat ben ik gaan doen. De reden dat ik dat moest doen is omdat ik het niet mocht wat in het vaarwater lag, want daar is de school bij aangesloten. Dus ik ben netjes op zoek gegaan naar een stage die niet in het vaarwater van school lag. En dat had ik gevonden. Eerst bij Knisse. Is daar niet gebeld. Nou ja, pas sneller als verwacht mocht ik daar al gelijk op gesprek komen. Dat heb ik netjes gedaan. En vervolgens ben ik dat terug gaan koppelen naar school. Dat school vervolgens toch degene is die mijn praktijkovereenkomst moet gaan regelen. En dat soort dingen. Nou, dat is dus allemaal wat minder slecht verlopen. Want school die vatte dat wat slechter op dan dat ik eigenlijk gehoopt zou hebben. Namelijk, school die heeft mijn stage afgeblazen. Ze zijn er nog wel even in gesprek gegaan met de instelling. Maar vervolgens kwam het er gewoon op neer van, ja, weet je, het gaat niet werken. Het is te veel gedoe. Dus klaar, je kan dan niet stage lopen. Maar toen werd mij ook nog verweten dat ik mijn eigen stage heb opgezegd in Oostvoorde. Maar dat had ik helemaal niet gedaan. Ik heb alleen een nette mail gestuurd met erin tekst en uitleg van, hè, ik voel me inderdaad niet op mijn plek. En ik heb het toch niet zo naar mijn zin. En ik ben nu rustig aan het kijken naar een andere stageplek. Maar de bedoeling was om in de tijd dat ik nog geen andere stageplek had, gewoon terug te gaan. Nou, is dus allemaal niet meer gebeurd. Want ik kon niet meer terug. Want school had mijn stage afgezegd. Ik heb zelf niks afgezegd. Dat verwijten ze me volgens mij nog steeds. Maar ik heb niks gedaan. Dus ik had een probleem. Ik had geen nieuwe stage. Maar ik had ook geen oude stage. Dus had ik gewoon helemaal niks. En de dagen die je mist, moet je ergens gaan inhalen. We zijn inmiddels 4 weken verder. Ja, 4 weken. 11 dagen om precies te zijn. Stagedagen. En ik baal nogal. Want ik moet 11 dagen gaan inhalen. Maar ik kan wel het goede nieuws dat ik vanaf aanstaande maandag, dus als jullie deze video zien, heb ik een nieuwe stageplek. En daar ben ik heel erg blij om. Toch de stageplek waar ik in eerste instantie niet heen mocht. Want mijn vader heeft vervolgens de instelling gebeld toen ik het slechte nieuws kreeg van het gaat, die gaat hem niet worden. Toen heeft mijn vader gebeld waar ik toch wel dankbaar voor ben. Ik wilde niet dat hij ging bellen, maar ik ben blij dat hij het gedaan heeft. Want door hem heb ik nu gewoon die stageplek gekregen. De stageinstelling is met de volgende mededeling gekomen dat ik een plan van aanpak moest maken. Wat er nou allemaal is gebeurd en hoe ik dit wil gaan oplossen. Heb ik gedaan. Vervolgens is school ook nog een keer in gesprek geweest met de instelling. En is het er gewoon uit naar voren gekomen dat ik
langs moest komen op gesprek. Dat heb ik afgelopen week gedaan. En een goed gesprek, want ik heb namelijk officieel mijn contract getekend. Dat ik daar stage mag gaan lopen vanaf maandag 9 april. Super tof. Dan ben ik wel nog steeds een beetje lichtelijk in de stress over alle opdrachten. Want het is gewoon heel erg veel. En ik kom nu al gewoon 10 weken tekort. Dus ik heb toch wel een beetje een probleempje. Maar we gaan gewoon kijken hoe het gaat lopen. Ik ga mijn best doen. Wat er dus gaat betekenen voor de video's. Is dat ik de komende tijd weekvlogs ga plaatsen. Weekvlogs van maandag tot en met vrijdag. Die als ik tussendoor een keertje tijd heb, kan ik die editen. En de week erop, dus de woensdag erop. Dus jullie kijken eigenlijk een week terug. Gaat die online. Dat is eigenlijk alles wat ik wilde mededelen aan jullie. Verder niet zo heel erg veel te melden. Kijk, weet je wat het is? Het is allemaal gewoon heel vervelend en slecht verlopen. En daardoor, ja, ik liet het misschien niet heel erg merken in de video's. Maar ik werd er heel erg depri door. Negatief. Ik vond het allemaal niet meer leuk. Het hoefde voor mij allemaal niet meer. Ik was er helemaal klaar mee. En dan begin ik nu gewoon een beetje weer bovenop te krabbelen. Ik ben wat positiever aan het worden weer. En wat vrolijker. Ik was ook echt alleen maar moe in die periodes. Dus het gaat wel een stukje beter met me eigenlijk. Dat is ook de reden waarom de video's de afgelopen tijd een beetje wisselend en raar waren. Maar ik hoop wel dat jullie het begrijpen. Dus ik heb best wel een rot maandje achter de rug, om het maar zo te zeggen. Want ik ben toch iemand die hartstikke, maar ook hartstikke hard gaat voor de opleiding. Ik doe er alles voor om zo goed en zo snel mogelijk mijn diploma binnen te halen. Ik doe het met liefde. Ik vind de opleiding hartstikke leuk. Het werk wat ik later wil gaan doen, dat is gewoon echt iets wat ik gewoon wil. Dus de ouderenzorg in dit geval. Dus ik baalde aan de ene kant dat mijn stage me niet aanstond. Omdat ik toch heel graag met die doelgroep wilde stage lopen. Maar gelukkig heb ik een instelling met dementerende ouderen. Daar ben ik heel erg blij om. Want dat is toch eigenlijk wel echt het hoekje wat ik gewoon heel erg leuk vind om te gaan doen. Mijn vorige stage, dus echt mijn allereerste zorgstage, was een mix. Er zaten dementerende ouderen in, maar er zaten ook ouderen die alleen maar wat lichamelijks mankeerden of begeleiding nodig hadden. Stage in Oostvoorne was meer in deel echt een mix van alleen maar mensen met begeleiding. En dat is denk ik ook het ding wat mij totaal niet aanstaat. Ik heb liever mensen die echt dement zijn. En dat had ik op mijn eerste stage ook wel merendeel. Dus daar was ik weer heel erg blij om. En ik denk dat dat ook misschien wel een reden is waarom ik het daar gewoon niet naar mijn zin had. De eerste waar ik nu heen ga, ik ga geen namen noemen, maar die instelling is compleet dementie. Dus daar ben ik aan de ene kant heel erg blij om. En aan de andere kant vind ik het gewoon heel erg spannend. Want ik heb nog nooit met compleet allemaal dementerende gewerkt. Dus ik vind het allemaal heel erg spannend. En ik hoop gewoon dat het heel erg leuk gaat worden. Maar in ieder geval wil ik wel jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik jullie een beetje uitleg heb kunnen geven. En de video's blijven zeker komen. Maar ik moet het natuurlijk ook combineren met mijn opleiding. En in zo'n geval gaat mijn opleiding toch voor YouTube. Dus ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Mwah.